We lezen met elkaar Galaten 2, de versen 11 tot en met 21. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Gemeente, de prediking vanmiddag gaat over een gedeelte uit onze schriftlezing, uit Galaten 2, vers 19 en 20. Ik had eerst 20, maar dat kan niet losgezien worden van vers 19, dus allebei. Vers 19, want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Het gekruisigde leven is het thema. Daar gaat het uiteindelijk over. Drie zinnen vormen de aandachtspunten. En misschien denkt u wat moeilijk. Nou, dat geef ik toe. Het is niet een heel erg makkelijk verhaal waar het vanmiddag over gaat. Maar u moet niet alleen gevoed worden met melk, maar ook met vaste spijs. En daarom is zo'n tekst als deze daar heel geschikt voor. Het eerste punt, er is geen ander evangelie dan het kruisevangelie. Tweede punt, de dood van Christus is het einde van Paulus' oude leven. Derde punt, het leven van Christus is de bron van Paulus' nieuwe leven. We komen er straks wel op terug als het een en ander aan de beurt is. Gemeente, jullie stad, Dordrecht, heeft heel veel mooie monumenten. Maar een van de dingen die ik gezien heb, vind ik boven alles uitgaan.
En dat is de grote kerk. De grote kerk van Dordrecht. Als je die bezoekt, een prachtige kerk. Dat is niet de kerk waar de Dordtse synode is gehouden, want dat was in de Augustijnerkerk. Maar de grote kerk in 1572, toen de watergeuzen deze stad, Dordrecht, aan de Merwede, toen ze werden toegelaten, werden alle beelden en altaren weggehaald. Nou, daar kun je over mening verschillen. Die beelden waren natuurlijk wel een mooi stukje kunst. Maar toen kwam een eind aan 4 eeuwen katholicisme. En de grote kerk is heel mooi. Die stamt zelf uit de 12e eeuw. En de huidige toren stamt uit de 15e eeuw. En ik weet nog, toen ik hem een keer bezocht, voor een euro mocht je de toren beklimmen. Ik weet niet hoe dat nu is. En als je met een vliegtuigje, en dat heb ik wel eens gedaan toen mijn zoon zijn diploma's nog moest halen en in Nederland wat moest rondvliegen, als je er overheen vliegt, dan zie je vanuit de hemel, zeg maar, de grote kerk als een heel immens groot kruis. Daar wordt de dood van Christus in gepredikt. Het kruis. De grote kerk is een kruiskerk. Een symbool van het volbrachte werk van de Heere Jezus. En ik begin zomaar met een vraag. Ben jij... Ja, je zult allemaal wel eens in de grote kerk geweest zijn. Maar ben je ook lid van de kruiskerk? En dan bedoel ik dat weer even overdrachtelijk. Dat is de enige kerk die leidt tot het eeuwige leven. We lezen dat ook in onze tekst. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Deze briefgemeente waar onze tekst uit genomen is, de Galatenbrief, is door Paulus geschreven aan een groep van gemeenten in het landschap Galatië. Gelegen in het midden en zuiden van Klein-Azië. Het huidige Turkije, moet je nu zeggen. En deze gemeenten, die heeft Paulus daar grotendeels zelf gesticht. Op zijn eerste zendingsreis. Ze bestaan voornamelijk uit christenen die vanuit het heidendom door het evangelie tot God bekeerd zijn. Bekeerde heidenen. In tegenstelling tot de christenen die uit het jodendom tot God bekeerd zijn. Paulus belast die heiden-christenen niet met allerlei Joodse wetten en inzettingen. Zij mogen leven in de vrijheid die er in Christus is. Paulus neemt de lezers van zijn brief mee naar de kruisheuvel Golgotha. Daar, zegt hij, daar ben ik met Christus gekruist. En ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En zo leefde Paulus door de kracht van Christus' kruis. Dat was voor zijn bekering wel anders. Die geschiedenis kent u wel. Toen was het evangelie van Christus, de gekruisigde, waarover hij later zo heerlijk heeft leren preken, voor hem nog een ergernis en een dwaasheid. Toen was hij nog niet door de wet voor de wet gestorven, zoals hij in ons teksthoofdstuk zegt. Maar toen dacht hij door het houden van de wet het leven te kunnen verdienen. Gode zij dan, is Paulus weggehaald
uit de kerk van Mozes en Gamaliel. Op weg naar Damascus heeft de Heere hem ontdekt aan zijn zonden, zijn eigen gerechtigheid. Hij dacht dat Jezus dood was, maar nu blijkt hij te leven. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Als een blinde wordt hij naar Damascus geleid en daar begint zijn worsteling om met God verzoend te worden. De Heere zegt tegen Ananias, die hij erheen stuurt om de handen op te leggen. En Ananias, ja, die dacht, nou, dat is best een gevaarlijke klus. Want die Paulus, dat was een verschrikkelijke vijand van Christus en van zijn gemeente. Maar dan zegt de Heere, daar zul je geen last van hebben. Want zie, hij bidt. Hij bidt om vergeving. En hij bidt om een nieuw leven, voor en door Christus. Want zo zegt de apostel in Galaten 1 vers 16, het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren. Dat woordje in mag je ook vertalen door aan. Zijn zoon aan mij te openbaren, zijn zoon in mij te openbaren. Maar wat betekent dat nu? Veel mensen denken dan aan een hele bijzondere mystieke ervaring. En als je dat nog niet hebt meegemaakt, ja, dan durven ze zich ook niet voor een kind van God te houden. Dan durven ze ook niet te geloven. En daarom wil ik u uitleggen wat die uitdrukking betekent. Die betekent niets anders dan dat je hem, Christus, de Zoon van God, hebt leren kennen. De kanttekening bij Galaten 1 vers 16, die tekst die ik net noemde, zegt, dat is, God maakte mij bekend, dat Jezus, de Zoon van God, de ware Messias is. En ik geloofde in hem. Dat is alles. Bij Paulus ging dat wel heel bijzonder. Hij kende de naam van de Heere Jezus natuurlijk en dat was een vijand. Maar gelukkig was die verleider gekruisigd en dood. En hij probeerde de naam van Christus ook door zijn volk aan te vallen, uit te roeien. Maar in Damascus leerde Paulus dat Jezus leeft. En dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Messias is. En als hij zegt, het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren, dan betekent dat meer dan alleen maar die uiterlijke verschijning op weg naar Damascus. Toen de hemel openging en het licht neerflitste en Paulus van zijn paard viel, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het betekent dat Paulus tot in zijn binnenste door God werd aangeraakt. En dat hij in de rechte straat in Damascus al biddend de Heere Jezus mocht leren kennen als zijn persoonlijke zaligmaker die hem van zijn zonden verlost heeft. En gemeente, dat hebben wij ook nodig. Wij allemaal, of jullie nou nog kinderen zijn. Mooi zeg, maak jij al aantekeningen? Zo. Nou, die kun je straks bespreken als je thuis bent. Dat is heel goed. Ja, ik zie meer mensen dat doen. Fijn. Maar ik ga nu verder met mijn preek. Dat laatste hebben wij nodig. Namelijk te geloven dat de Heere Jezus voor mij, voor jou, zonden gekruisigd is. Dat wij hem leren kennen in zijn onmisbaarheid als borg voor onze schuld. Dat we bedekt worden met het bruiloftskleed van Christus gerechtigheid. Dus de openbaring van Christus in je hart betekent
dat je oog voor hem krijgt. Dat is alles. Dat je hart naar hem uitgaat. Dat hij dierbaar wordt. Als hij uitgetekend wordt in de verkondiging, als de gewillige zaligmaker die zijn leven gaf voor zijn schapen. Dat betekent dat je heerlijkheid ziet in zijn leven en in zijn kruis. En dat je waarde, dat hij waarde voor je krijgt. En dat je graag over hem leest in de Bijbel. En dat je hart vrolijk wordt als hij verkondigd wordt in de gemeente, als onder ons gekruist zijnde. Je raakt ontroerd bij het zien van de nodigende armen van Jezus, met betraande ogen van verdriet over je zonden, ga je de liefde van Christus zien, zijn offer, zijn bloed. En het gaat je zo trekken dat je niet anders meer kunt dan de toevlucht nemen tot hem. Jezus is machtig om mij te redden. Dat ga je zien. Hoog boven de schrik voor Gods heiligheid en rechtvaardigheid torent Jezus zondaarsliefde. En je gelooft dat je welkom bent bij hem. Waarom zou hij anders zoveel hebben willen lijden en sterven? En de vloek dragen. Je bent niet tevreden. Voor je weet dat hij ook jou en uw zonden op zich nam. Je ziet zoveel liefde in hem. Zoveel leven en reinigende kracht in zijn bloed. Dat je door de toepassing van de Heilige Geest je aan hem overgeeft. Hij spreekt naar je hart. Hij doet je delen in zijn goddelijke eeuwige ontferming. Christus wordt alles voor je. Dat was ons eerste aandachtspunt. Er is geen ander evangelie dan het kruisevangelie. Ons tweede aandachtspunt. De dood van Christus is het einde van Paulus' oude leven. We lezen vers 19. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik gode voor God leven zou. Die wet van God, die heeft hem veroordeeld in zijn schuld voor God. In de spiegel van de wet zag hij zichzelf als een handhaver van zichzelf en een tegenstander van God. En toen heeft Paulus zijn rechter om genade leren smeken. En beleden, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. In een weg van nadere ontdekking aan zichzelf kwam hij erachter dat als hij goede werken wilde doen, het kwade hem toch steeds parten speelde. Hij kon de zaligheid niet verdienen. Misschien even voor de duidelijkheid. Je kunt natuurlijk zeggen, ik ben door de wet voor de wet gestorven. Bedoelt hij dan de ceremoniële wet? Ongetwijfeld heeft Christus die wet bedoeld. Christus veroordeeld met die wet. En die mensen die de gemeente wilden beroeren, die hadden het juist en vooral over de ceremoniële wet. Je moet besneden worden, je moet dit, je moet dat. Maar dat staat niet los van de wet die in de ceremoniële wet staat, namelijk de zedelijke wet, de wet van de 10 geboden. En de ceremoniële wet is door Christus vervuld.
De 10 geboden heeft hij volmaakt gehouden. Maar die gelden nog. Ook voor u en voor mij. En die stellen ons schuldig. Het betekent, als je nu zegt, ik ben door de wet voor de wet gestorven, betekent dat dat je dan maar stopt om tegen de zonde te strijden en om te proberen het goede te doen? Nee, want naast de bitterheid over de zonde proeven we ook iets van Gods liefde die de Heere uitstort in je hart. En zo leer je de verbreking van je hart voor God onder de bediening van wet en evangelie beleven. Wat een worsteling voor Gods aangezicht. Hoe kan ik de welverdiende straf ontgaan en weer tot genade komen? Er is maar één middel dat ons redden kan en dat is het kruis van Christus. Je moet lid worden van de Kruiskerk. Niet per se in Dordrecht. Jullie zijn het van de Julianakerk. Maar u snapt wat ik bedoel. Het kruis dat op Golgotha heeft gestaan. Dat benoemt Paulus met de woorden van onze tekst als hij zegt, wat ik ben door de wet voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Een wonderlijke opeenvolging van sterven en leven, sterven en leven. Wat bedoelt Paulus dan toch hier met deze woorden? Ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik Gode voor God leven zou. Gemeente, laat ik eerst de oplossing geven. Ten diepste gaat het daarbij om zowel de rechtvaardiging als de heiliging. Maar dat ga ik u nog uitleggen. De kanttekeningen zeggen dat Paulus hier bedoelt, ik ben door het betrachten van de wet erachter gekomen dat de wet als heilsweg faalt. Paulus heeft in zijn eertijds door de werken van de wet de zaligheid willen verdienen. Maar dat is hem niet gelukt. En pas toen Christus op de weg naar Damascus in zijn leven kwam en hem veroordeelde, heeft hij dat ingezien. En toen heeft hij Christus al biddend en strijdend in dat huis, in de straat, de rechten, Christus als zijn borg leren kennen. In wie hij voor de wet gestorven is. En daarna predikte hij met kracht dat door de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor God. En zo ligt er een onlosmakelijke band, verbinding tussen vers 19 en 20. Deze twee versen vormen een eenheid. Hoe is Paulus door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven? Wel, dat zegt hij in vers 20. Dat is zo gegaan, zegt hij. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het dood zijn voor de wet is dus werkelijkheid voor hem geworden door de gemeenschap met Christus, door het zien op Jezus, door het geloof in de Heere Jezus. In zijn kruisdood heeft de Heere Jezus de dodende functie van de wet op het diepst gepeild. En Paulus weet zich in dat gebeuren betrokken. En hij zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Een wonderlijke paradox.
kan toch eigenlijk niet, jongens en meisjes? Een gekruisigde leeft toch niet? Die is toch gestorven? Hoe kan Paulus dan zijn, ik ben gekruist en ik leef? Ja, toch? Hij zegt het, ik leef. Geestelijk kan dat. En dan moet je denken aan de Heere Jezus. Christus is niet in de dood gebleven aan het kruis, maar hij is ook opgestaan. En Paulus zegt, zo is het met mij ook gegaan. Het met Christus gekruisigd zijn betekent met Christus, in gemeenschap met Christus, in samenhang met Christus, door de geloofsverbondenheid met Christus. Dat wil zeggen, toen Christus gekruisigd werd, was dat tevens de kruisiging van Paulus. Toen droeg Jezus Paulus in zijn hart. Met Christus gekruist. Enerzijds beleidt Paulus hier de erkenning van zijn eigen vloekwaardigheid. Zoals Christus Gods rechtvaardige toorn over de zonde heeft leren billijken, zo heeft Paulus dat ook leren doen. Maar anderzijds beleidt Paulus hier Christus als zijn borg en middelaar, die plaatsvervangend voor hem aan het kruis gestorven is. En dat is het grote geheim. Paulus ziet in het geloof naar de kruisheuvel Golgotha, waar de Zoon van God in de hevigste smarten hing te boeten voor zijn schuld. Daar is Christus door de wet gestorven. Dat wil zeggen, ten dode toe getroffen door de vloek van de wet. Want hij is borg voor zijn kerk. En dat deed hij plaatsvervangend dus voor allen die in hem geloven. Ook voor Paulus. Er was geen verzoening mogelijk dan door voldoening. En daarom heeft God aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Jesaja zegt het al in hoofdstuk 53. De wet van God moest tot in alle onderdelen volbracht worden. De vloek moest gedragen worden. En daar is geen enkel mens toe in staat. Ook Paulus niet. Paulus kon de straf niet dragen. Hij zou voor eeuwig door de wet moeten worden veroordeeld. Maar nu is Christus aan het kruis de eeuwige dood gestorven. Plaatsvervangend, schuld overnemend, als borg. Juist in zijn kruisdood heeft hij de vloek op de zonde gedragen. Onder de grootste folteringen en de brandende zonnestralen, ja, onder de toorn van de rechter van hemel en aarde, hing de Heere Jezus aan het vloekhout te boeten voor onze schuld. En daaraan dat vloekhout heeft hij het handschrift der zonde dat tegen ons getuigde uitgewist. Daar heeft Christus de wet van zijn vloek ontwapend. En het handschrift van de zonde dat tegen ons getuigde uitgewist. Daar heeft hij de wet van zijn vloek ontwapend. De toorn van God gestild en vrede gemaakt door het bloed des kruises. Daar had Paulus moeten hangen. Maar nu heeft Jezus daar gehangen, in zijn plaats. En toen Christus daar hing, toen droeg hij Paulus in zijn hart. En zo kan Paulus zeggen,
Ik ben met Christus gekruist. Zo kwam Paulus vrij van de vloek van de wet. Zo is Paulus in Christus aan de wet gestorven. Want Christus is voor hem gekruist. Herkent u dat? Het is een beetje moeilijk, dat weet ik, maar ik probeer het uit te leggen. Heeft u dat nou zelf ook? Gelooft u dat nou? Dat de Heere Jezus, kijk, dat hij gekruisigd is voor de zonde, dat gelooft u allemaal, denk ik. Maar dat hij gekruisigd is voor u. Dat hij ruilt. Dat hij de zaligmaker is. Dat hij de borg is. Hebt u hem zo mogen zien? Door de liefde van God en de genade van God. Dat hij ook voor u zijn leven heeft gegeven. Zoals voor al zijn andere schapen. Wat is dat heerlijk als je die toepassing van zijn offer in je hart mag ontvangen en geloven. Dat is een bevrijding voor een mens. En we moeten nog even doorlezen. Want je kan natuurlijk zeggen, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Ja, maar hoe kan dat? Een gekruisigde leeft toch niet? Nee, maar hij zegt niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Hier ontsluit hij een nieuw geheim. Het geheim van de oude mens en de nieuwe mens. Het geheim van de levensheiliging. Opdat ik voor God zou leven. Vers 19. Over dit geheim lezen wij ook in Romeinen 6. Het is heel goed soms om schrift met schrift te vergelijken. Want daar zegt Paulus, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Die woorden van Paulus in hoofdstuk 6 werpen een helder licht over onze tekst. Opvallend is dat de kruisiging van de oude mens wordt meegedeeld als reeds gebeurd. Is de catechismus dan mis? Als die schrijft over de dagelijkse afsterving van de oude mens. Is de heiliging dan geen levenslange strijd tegen de zonde? Jawel, maar je moet dat zo zien. In de kruisdood van Christus is de oude mens doodverklaard. Maar daarmee is hij nog niet dood. En nu bekijkt de Heidelbergse catechismus deze zaak vanuit de ervaring van de mens. En dan is het een dagelijks afsterven van de oude mens om voor God te kunnen leven. In onze tekst bekijkt Paulus het van Gods kant. Heilshistorisch gezien is de oude mens op Golgotha doodverklaard, gekruisigd. En dat is voor eens en voor altijd. De oude mens heeft geen recht meer om te leven. En dat bedoel ik met het tweede aandachtspunt. De dood van Christus is het eind van Paulus' oude leven. En dat wordt nog duidelijker als we naar ons derde aandachtspunt gaan. Het leven van Christus is de bron van Paulus' nieuwe leven. U ziet steeds komen die woorden dood en leven
terug. Hè? De dood van Christus was het einde van Paulus' oude leven. Maar het leven van Christus is de bron van Paulus' nieuwe leven. Paulus schrijft, ik ben met Christus gekruist, namelijk zijn oude mens. En ik leef, zijn nieuwe mens. Toch niet meer ik, niet meer mijn oude mens. Maar Christus leeft in mij, namelijk de nieuwe mens. Het oude ik heeft nu de doodsteek ontvangen door de gelovige erkenning van wat er in Christus kruisdood is gebeurd. En tegelijkertijd is er de vernieuwing door dezelfde kracht die Christus uit de doden deed opstaan. Paulus' oude leven is nu van de troon gestoten. En Christus zit nu op de troon van zijn hart. Die is de baas geworden in zijn leven. Die staat in het middelpunt. Kinderen, moeilijk hè? Maar jullie bidden toch om een nieuw hart? Dat hebben je papa en mama je geleerd. En de vraag is, wat is dat nou? Een nieuw hart. Dat is natuurlijk een goede vraag, anders weet je niet waarom je bidt. Wat is nu een nieuw hart? Nou, daar gaat het hier over. Dat je een nieuw hart krijgt van de Heer. En dat wil voor hem leven. En dat wil niet zondigen. En dat wil graag naar de Bijbel luisteren. En dat wil graag de Heere Jezus lief hebben. Maar ja, dat oude hart, dat is nog niet weg. Die is nog niet dood. De oude mens is wel dood verklaard, maar nog niet gestorven. Dat is pas als je zelf sterft en naar de hemel mag. En zo zei een Jali evangelist een keer tegen mij, dominee, het is niet goed met mij. Ik zeg, wat is er dan? Je preekt toch altijd mooi en je houdt toch van de Heer. Hij zei, ja, vroeger was ik een zondaar. Het oude leven. Het heidense leven. Toen kwam het evangelie. Toen heb ik de Heer Jezus leren kennen. Het nieuwe leven. En ik dacht, nu ga ik niet meer zondigen. Nu ga ik de Heer Jezus dienen. En ik ga zijn naam overal bekendmaken waar ik kom. Maar nu kom ik er steeds achter. Dat ik dat oude hart nog niet kwijt ben. Dus ik heb twee harten. Dat klopt toch niet? Een christen heeft toch een nieuw hart? Toen hebben we Romeinen 7 gelezen. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik zeg, joh, Paulus had ook twee harten. En ik heb ook nog twee harten. De oude en de nieuwe mens. En toen hebben we samen gebeden en ons verwonderd over het feit dat de Heer het toch van ons houdt. Al is die oude mens nog niet helemaal dood. Maar die moet wel sterven. Die moet wel minder worden in kracht. En die nieuwe mens, die moet wel opstaan. Meer invloed hebben. Christus moet de baas zijn in jouw leven. Dan heb je een nieuw hart. Christus leeft in mij. Hoe kan dat? Door de Heilige Geest. Christus is de wijnstok en Paulus is de rank. En die rank kan alleen maar leven door de levenssappen te ontvangen van de wijnstok. Christus leeft in mij. Zo kan die rank niet alleen leven, maar ook, en daar gaat het om, vrucht dragen. Daar gaat het om. Dat is het doel van die rank. Daarom zegt Paulus, opdat ik voor God zou leven. Hem dienen. Leven voor God vanuit Christus.
Dat is de echte levensheiliging. Dan word je het beeld van Christus gelijkvormig. Dan ga je op hem lijken. Zou je dat graag willen? Hoe meer je op hem ziet, door het geloof, hoe meer je gelijkvormig wordt aan zijn beeld. De vraag is gewettigd, gemeente. Kan de wereld aan jou en mij zien dat we uit Christus leven? Weet u waaruit je dat zien kunt? Dan leef je niet meer voor jezelf. Geen egoïst, geen schraper die alles naar zich toe haalt. Maar dan leef je voor God en voor je naast. En dat is de echte levensheiliging. Die gestalte van Christus komt in ons. Dan gaan we zijn beeld vertonen. Als Christus door zijn geest in je leven de grootste plaats krijgt, dan komt de vrucht van de geest ook openbaar. En die kent u toch wel, Galaten 5, vers 20. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 9 facetten van de vrucht van de geest die we gaan dragen als Christus leeft in ons hart. Ik hield er een keer een lezing over ergens in Rusland, op een predikantenconferentie. En toen zei er een van de broeders, hij zegt, u kan het mooi zeggen, dominee, maar je hebt wel zure sinaasappels en zoete sinaasappels. Ik zei, dat is waar. Dat heb je. Dus daar is wel verschil in hoeveel dat gestalte in je krijgt. Maar het wordt anders. En gemeente, als de Heere Jezus nou niet in het middelpunt van je leven staat, als Christus nou niet alles voor je geworden is, dan is er ook geen leven uit de bron Christus. Dan kunnen mensen niet aan je zien dat Jezus in je leeft. Want dat is dan ook niet zo. Want wie leeft vanuit het volbrachte werk van Christus op Golgotha, die leeft ook in de gezindheid van het nieuwe hart. Dan ben je met Christus gekruist en ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. En daar gaat het God om. Jonge vrienden, leven jullie nog voor eigen rekening? Zegt het kruisje misschien niet zoveel? Dan zul je door de wet van God voor eeuwig ter dood veroordeeld worden. Dan zul je in de dag van het oordeel alleen staan voor God. Durf je dat aan? Zoek de Heere en leef. Maar ik weet, gelukkig zijn er ook jongelui. Ik merk dat ieder jaar weer op de belijdeniscategorisatie. Gelukkig zijn er ook jongelui die echt God lief hebben. Die bewuste keus maken. Die ja zeggen tegen God. En ja tegen de Bijbel. En ja tegen de gereformeerde belijdenis. En ja tegen de gemeente waarin ze groot geworden zijn. Wat is dat heerlijk. God gaat door. En gemeente, God verkondigt heden, de enige oplossing voor je leven is gelegen in het gelovig zien op Jezus en op het kruis van Christus. Denk nooit dat het wel goed met u staat als u iets kent van uw ellende en als je iets hebt mogen zien van de mogelijkheid van zalig worden in Christus.
dan ben je niet gered. Werd Noach en zijn gezin gered? Die werden alleen gered door de wetenschap dat ze in de ark waren. Hij werd niet behouden doordat er een ark was. En wist dat er een ark was. Maar ze moesten in de ark zijn om behouden te worden. En zo moeten u en ik in Christus zijn om behouden te zijn. Het verlangen om met al onze zonden en al onze zorgen te schuilen in zijn wonden. Dat moet werkelijkheid worden in ons leven. Anders moet je, ja, dan kun je nooit tot heilszekerheid komen. De Heere wil dat zijn kinderen het beeld van zijn zoon uitdragen. En dan, we lezen in het laatste deel van onze tekst. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij overgegeven heeft. Hetgeen ik nu in het vlees leef. Betekent heel simpel, wat nu verder mijn aardse bestaan betreft, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Door het geloof. Nog niet door aanschouwen. Dat komt straks. Verlangt u daar wel eens naar? Daar kun je zo sterk naar verlangen, hè? Als je heel je leven de Heere gediend hebt, dan wil je hem ook wel eens zien. Dan wil je Jezus in de ogen zien. En dat kan alleen maar door over te gaan van het tijdelijke in het eeuwige leven. Of als hij komt op de wolken. We lezen, hetgeen ik nu in het vlees leef. Dus wat mijn verdere leven hier op aarde betreft. Paulus verheft zijn hart gedurig in de hemel. Waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van God. En het geloof is de innige band die Paulus verbindt met de gekruiste, opgestane en verheerlijkte Christus. Ja, zegt Paulus, die verheven Zoon van God, die heeft mij lief gehad. Wat een eeuwig wonder is dat voor Paulus. Zo onuitsprekelijk groot was de liefde van Jezus, dat hij zich voor hem overgegeven heeft. In die bittere en smadelijke dood aan het kruis. Wat een eeuwig wonder. Oh, ik denk dat de tranen wel over Paulus' wangen gelopen hebben toen hij dit neerschreef. Die eeuwige Zoon van God, die heeft mij lief gehad. En zich voor mij overgegeven. Voor mij, die de minste van de apostelen ben. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik leef, zegt Paulus. Christus leeft in mij. Ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft. Die liefde van Christus is de kracht van Paulus' aardse leven. Dan ben je toch gelukkig, hè? Als je dat kan zeggen. Ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is te zien als we zijn liefde navolgen. Dan zoek je bewust het beste voor de ander. Die vrucht kunnen we alleen maar dragen vanuit een levende relatie met Christus. Het goede voor elkaar zoeken kun je alleen maar echt vanuit de verwondering van Jezus' liefde voor ons. Je hoort wel eens, ja, ik wil best voor je, van je houden, ik wil je wel lief hebben, maar dan moet je wel dit en dat eerst veranderen. Als God zo nu eens met ons handelde, dan zat er hier niemand.
God heeft onvoorwaardelijk lief. En als God ziet dat wij dat ook gaan doen, dat we mensen, onze naasten, hoe ze ook zijn en wat ze ook gedaan hebben, onvoorwaardelijk lief hebben, dan brengt Hij die mensen ook op onze weg. Christus leeft in mij. Je bent eerlijk en echt, een man uit één stuk. Je durft je kwetsbaar op te stellen. Je durft de ander ook in je hart te laten kijken, waarin het ook best wel eens stormen kan. Je durft vertrouwen in de ander te hebben en bent zelf ook betrouwbaar. Vanuit dat vertrouwen op God kun je zeggen, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De kruisgemeente van Christus lijkt op haar heiland. Christus leeft in mij. Zijn opstandingskracht mist zijn uitwerking niet in je leven. Horen we allemaal al bij die kruiskerk met een hoofdletter K? Of is zijn kruis voor ons nog een ergernis en een dwaasheid? De kruiskerk leeft door het geloof in de Zoon van God. Je luistert naar zijn woord en je drukt de voetstappen van Christus. En je drinkt zijn levenswater in en je houdt bij alles je hart gericht op de hemel waar Christus is. Gemeente, u hebt het begrepen. Het gaat hier niet om Mozes. Het gaat ook niet om Israël. Het gaat ook niet om Paulus. Het gaat ten diepste ook niet over u en mij, maar het gaat om Christus en in Hem om de drie enige God, om de eer van zijn naam. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.